Oh, ze wordt wakker. Oh, ze wordt wakker. Wat leuk. Wil je ook wakker blijven? Ja hoor. Anders ga ik ook gewoon, doe ik ook gewoon mijn ogen dicht hoor. Oh, oké. Okay. Zeggen we een paar minuten niks, dan hangen we wat tegen elkaar aan en dan doen we net of... Ja, we zijn er ook bijna, toch? Waar zijn we bijna? In Leeuwarden. Wat ga je doen in Leeuwarden? Ik ga naar school. Wat voor school doe je? Ik zit op de NHL HBOV, verpleegkunde. Eerste jaar. Dus. Eerste jaar verpleegkunde? Ja. En je bent helemaal in het zwart? Ja, ik ben altijd in het zwart. Dus. Maar dat gaat dan veranderen volgens mij straks, of niet? Ja, straks. Ja. Ja, volgend jaar. Dan moet je in een wit jurkje? Ja. En wat beoog je? Wat ben je van plan? Ja, het is natuurlijk nog allemaal helemaal nieuw. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat ik kan verwachten. En ja, we zullen het zien wat het brengt. Maar het wordt ziekenhuis, verpleeghuis, bejaardenhuis, dat soort dingen, alles kan? Ja, en mijn voorkeur gaat uit naar het psychiatrisch ziekenhuis. Met psychiatrische patiënten. Maar goed, dat kan natuurlijk nog veranderen. Ik heb natuurlijk nog geen stages gelopen. Dus dat komt allemaal nog. Vanwaar die interesse voor de psychiatrie dan? Ja, ik weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Het lijkt me gewoon heel interessant. Dus ja. Doe je zelf ook wel eens gek? Ja. Heel af en toe. Ja? Wat doe je dan als je gek doet? Ja, gewoon lekker uit je dak gaan. Gewoon verstand op nul en gewoon gek doen. Gek nagellakje op bijvoorbeeld? Ja, dat is nog van het gala. Wat ik heb gehad woensdag. Van het gala? Moet je eens kijken, Rudy. Dat is toch wat? Als je dan dat van mij erbij doet, ik vind het helemaal super. Ja. Dat zou ook wel wat voor mij zijn, denk ik. Ja. Wat is nou het gekste wat je gedaan hebt in de afgelopen maanden? Het gekste wat ik gedaan heb in de afgelopen maanden, dat was denk ik op een personeelsfeestje. Oké, okay. Nou, daar ga ik er eens even voor zitten. Vertel. Ja, ook gewoon lekker gek doen. Over de tafels gelopen? Nee, wel een paar keer op de dansvloer gevallen. Had je toen ook te veel gedronken of? Nee, het lag gewoon aan mijn schoenen denk ik. Ja, dat zou ik ook zeggen. Dat zou ik ook zeggen. Ja. Oké. Okay. Hey, bedankt voor dit gesprek. Ik wens je heel veel succes met je opleiding. Ja. En ik hoop dat je het nog heel vaak gek gaat doen. Ja, bedankt.